Daphne is eigenlijk verdwenen. Sander is verdwenen. Dave is eigenlijk verdwenen. Denk je dat, Sander weer terugkomt? Ik hoop het, ja. Omdat het is echt lang geleden, hoor. Ik heb hem gezien in 1995. En een vraag over jou, JC. Hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar oud. En zit je in de film van Dave Schoon? Ja, zeker weten. Ik zit bij Dave's rol, ja. En iedereen denkt dat jou dood is. Ja, gewoon in de film, niet in het echt. Iedereen denkt dus gewoon in het echt is. En denk je dat Ryan komt terug in de film? Ik hoop het, ja. Hij lijkt dat het gewoon begraven is. Hihi. En in vraag JC. Je kan toch ook de filmpje bekijken online? Oh, echt? Ja. En waar is eigenlijk Sander? Sander is weg. Waar is hij weg? Hij is op Amerika, maar hij komt morgen weer terug. Oh, echt waar? Ja. En wie moet jij voorstellen? Ik heet eigenlijk Fie uit de film van Dave Schoon. Ik ben eigenlijk de directrice. En eigenlijk moet hij gewoon goed zijn. Ja, eigenlijk moet hij echt goed zijn. In deze filmpje kan je gewoon online zien. Ryan-journaal week over zich. Nu praat ze gewoon over Dave schreien en ook andere dingen. Dave lijkt hele goede YouTuber te zijn. En ook heel goed, hij is mijn beste vriend. Abonneer zeker op hem YouTube kanaal. Maar een veranderde ding. JC uit de film Dave Schoon. Hij lijkt dat hij gewoon dood is. Maar iedereen denkt dat hij gewoon echt dood is. En het Ryan-journaal praat er gewoon over. Hoe is hij eigenlijk de dingen gegaan? Hoe is eigenlijk dood meteen gegaan? En ook andere dingen. Maar we praten ook over corona. Corona is echt heel slecht. Ook van andere mensen die ziekte hebben. En ook andere dingen die heel slecht. Dave komt straks bij mij. Omdat, hoe kan dat? Omdat Dave Journaal bestaat al 1 jaar. En Ryan Journaal bestaat al 4 jaar. Bijna 5. Dus hopelijk maken we gewoon een klein feestje. Een lange video te maken van het Oranje Journaal. Zeker kijken. Ja, wat ga ik praten over? Oei, ja, wacht. Ja, is er iets? Ja. Oei. Ik kan je iets vertellen. Kom. Sinterklaas is toch niet naar ons land? Nou, kan ik je vertellen. In Spanje is mensen... Ontmoet Sinterklaas. Ontmoet in Spanje. Omdat Spanje is hij toch in Spanje. Ja, ja. Maar mensen gaan gewoon een handtekening geven naar Sinterklaas. En hun krijgen een chocoladeletter. Maar het is geen Sinterklaas. Mensen zeggen ze gewoon Sinterklaas om 7 november in Sinterklaasjournaal. Dat was het voor vandaag. Ja, één vraag over jullie. Krijgen jullie even op stem op Dave of mij? Dave Schreien of Ryan Ruiter, dat ben ik. De Ryan Ruiter in ieder geval, ja. Maar wie gaat stemmen? Jullie of andere mensen? Stem op mij. Dit is de Ryan Journaal, stem op mij. Maar je kan ook Dave stemmen, omdat Dave maakt ook een leuke YouTube naam. Even het weer. Het is hondenweer in ieder geval, kan je zeggen. Het is een regenachtig, regendag. Het wordt... Dat was het. Ik wens jullie een fijne dag. En ik zie jullie straks om 8 uur. Fijne dag. Ja, hallo allemaal. Dit is eigenlijk de studio van de redactie.
Nou, waar werk ik eigenlijk? Ja, eigenlijk, dat is eigenlijk mijn studio, mijn stoel in ieder geval. Ja, eigenlijk is het een weekoverzicht en ik praat gewoon over mijn stoel en ook een paar kinderen die luisteren goed en ook bij basisschool onderwijs. En maken gewoon ja, iets leuks van met kinderen en asielzoekers. Asielzoekers hebben gewoon helemaal niks. Helemaal niks. Omdat het gewoon zielige mensen die geen huis hebben, ook geen geld hebben, ook geen eten, alleen uit de kraan drinken en ook brood, alleen brood. Geen chocopasta, helemaal niks. En dat is ook heel zielig. Dus ja, nu ga ik met hun praten. In ieder geval, like deze video. Dus ik ga maar beginnen. Ryan, wat vind je het eigenlijk leukste van Dave Schreien? Nou, ik vind het echt heel leuk dat hij echt een leuke YouTuber is. En ga je hem opstemmen? Denk het wel. Oh, denken jullie dat aan? Oké. En JC, wat vinden jullie het leukste van mij? Niks van Dave. Alleen Dave, kom op, een beetje van mij. Oké, een beetje van jou. Dan, ja, dan heeft hun gekozen in ieder geval. Hun gaan zeker stemmen op Dave. Ik heb nog andere kinderen, dus ja, kom op. We gaan in een vliegtuig. Bedankt, kinderen. Ja, eigenlijk hebben hun gestemd, maar de kinderen zijn er niet over een paar minuutjes. Nu zit ik al in de redactie. Mijn stoel even. Ja, kindertjes. Dus jullie gaan stemmen op Dave. Ja. Ja. Jullie stemmen op, hè? Waar was ik? Oh ja. Ik hoor niemand eigenlijk, maar oké. Straks. Dan ga ik de andere kinderen vragen. Tot straks. Wie is klaar voor les? Het school van Dave. Oké. Jammer dat die ene ene muis dood is. JC? JC is dood. Daar heb je niks mee te doen. Dat we gaan niet doen. Dan was je mijn naam. Eén. Echt niemand. Oh ja, Ryan Elmo, kijk, ik ben op mijn ogen slaan. Het is het Ryanjournaal achter de schermen breaking news. Dus eigenlijk achter de schermen, waar is dat Ryanjournaal camera's? En sommige mensen zeggen, waar is de camera? Hoe moet je het Ryanjournaal doen? Hoe moet je dat eigenlijk doen? Ja, eigenlijk maak ik een telefoon zo op de scherm. Beetje groter, dan kan je gewoon kijken. Oh, wat leuk. Dit is de achter de schermen. En ja, abonneer ook op Dave Schreien. Een YouTube kanaal als begonnen. Dus je moet zeker gewoon abonneren. Ja, weet ik toch wel. Wij zijn vandaag in Mondeverde. Ik vind het echt super leuk, maar echt, ik heb zoveel hoofdpijn gekregen. Omdat, als je hoofdpijn krijgt, dan is het echt logisch. Omdat als je een hoge hoogtevrees hebt, daarom heb ik hoogtevrees. En morgen is er ook een nieuwe aflevering van het Ryanjournaal. Sinds 3 keer. Vandaag het is nu 7:30. Leuk, 7:30. Het Ryanjournaal om 7:30. Maar het weer wordt mooi zonnig morgen. Het wordt regenachtig. Het wordt 21 of 22 graden. Dat was het voor vandaag. Je kan een hartje doen en de reacties open. Dus ik zie jullie morgen weer in een nieuwe aflevering. Ik zie jullie morgen. Leuk dat je kijkt. Dan de intro. Ook achter de schermen. Hallo allemaal, dit is een nieuwe aflevering van het Ryanjournaal. Ja, eigenlijk maakt Ryan leuke video's op het Ryanjournaal. Ook heel leuk. Ik maak gewoon achter de schermen van, omdat achter de schermen is ook heel leuk. Het is gewoon sportiek. Omdat het is een weekoverzicht, dus dat betekent maak ik gewoon geluiden en zo.
zoveel geluiden maken. Dus ja. Dit schrijf je maar een leuke YouTube kanaal als ik abonneer. Hier is die de microfoon, dan kan ik hem morgen interviewen. Dus, aan de bos brandde in Spanje. Hoe moeten nou de brandweer oplossen? Dat weet ik ook eigenlijk niet. Nog één ding, Dave. Wacht. Ja, ja. Dave heeft een brief geschreven over mij. Morgen is geïnterviewd. Kan jullie kijken? Oh ja, over Dave. Dave Schreier heeft pas een YouTube-kanaal pas begonnen. En Dave, kan je zeggen, hij komt morgen bij ons op televisie, ja, op YouTube in ieder geval. Op YouTube kan je alles bekijken en informeren op hem YouTube-kanaal. Kan ik straks op de titel opschrijven. Het weer is een hondenweer, regenachtig, bij het wordt 17 tot 18 graden. Dat was het van vandaag. Dat was het. Je kan nog steeds, ja, niet meer, over Dave Schreier het YouTube-kanaal pas bekijken. En het is echt super leuk. Nou, tot morgen. De plaats van Ryan. Oh ja, ik heb mijn naam niet genoemd. Dit ik is Dave Schreier. Hij maakt ook een Ryan, leuke YouTube-kanaal. Dit is de enige echte Ryan Dave. Hij maakt gewoon even ook mijn plaats van, omdat ik moet iets ergens naartoe. Dus ik was even ergens naartoe. Dus hij maakt even zo. Ja, daar ben ik. Ik was ergens naartoe. Ik was gewoon even naar het andere journaal aan het kijken in de redactie. Dus ja, dat is eigenlijk leuk. Dus zeker abonneren. Naar Schotland. Ja, koningin Elisabeth is gewoon dood in de kist bij haar lichaam. Heel veel sterkte in ieder geval. Als je nog een hartje wilt, laat even weten even in de comments. Je kan gewoon abonneren op Dave Schreien. Hij heeft ook een pas een YouTube kanaal pas begonnen. Gewoon even abonneren en liken de video. Hij maakt best heel goede video. Best heel goed. Maar ja. Verdorie. Ja. Oké. Dat betekent dat onze school gisteren naar Monteverde gegaan. Maar mijn vriend Benjamin durft eigenlijk niet bij de hoge carousel. Ik wel. En toen heb ik hoofdpijn, kan je zeggen. En nu bij Spanje. Spanje is eigenlijk bosbranden, maar Dave heeft een tip. Hallo iedereen, ik ben er weer. En over het bosbranden. Het vuur kan echt niet gedoofd worden, want er is zijn niet zoveel brandweermannen in die land. Maar het kan wel. Het kan niet in de. Wacht even, ik ben even aan het denken. Sorry voor net. Ik was even net weg. Even. Het is gewoon. Het is een beetje onmogelijk om die vuur. Ontdoven. Ja, hallo allemaal. Ja, waar was ik? Ja, Dave kan niet zo goed uitspraken. Hij kan even leren van me, denk ik. Ja, toch Dave? Dat was het voor vandaag. Het weer, in ieder geval. Het is mooi weer. Regen, in ieder geval. Gaat 16 graden worden. Nou, dat was het. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Of straks, omdat ik blijf langer bij Dave. Dave gaat ook een Dave-journaal doen. Dus succes met hem een kanaal te kijken. En ook mij. Tot. Hallo allemaal, hier is weer een nieuwe aflevering. Ja, dit gaat over bosbranden en ook iets anders. Omdat bosbranden is heel erg brandelijk. Maar Dave heeft ook verteld, het is eigenlijk ondovelijk. Omdat, wat moet ik eigenlijk zeggen? Eigenlijk is het gewoon bosbranden. En ook, hoe komt bosbranden? Doordat iemand slachtoffer zo'n brand steekt in het bos. Allemaal die bijna mensen dood is. Dus toch onmogelijk. Nou ja, zeg. Nachtwacht. Misschien ken je al wat uit in Veros.
Ja, dat bestaat al in 2015 al begonnen. Maar die meisje Kaylin, Celine Verbeek, stopt. Dat betekent dat zij stopt, omdat toen was ze zwanger. Toen was ze zwanger en ze heeft kinderen, daarom doet ze niet mee. Daarom is gewoon terugspoelen van het herinneren van waar de nachtwacht verder. 2019 was ze begonnen met de zwangerschaptest en toen, ja, de rest ga ik niet weten. Nou, één tip. Dat was een meisje of een jongen, laat even weten. Over Sinterklaas, het is toch geen Sinterklaas? Nou, in ieder geval bij Wedde, Noord-Holland. Pas tussen de Sinterklaasviering en pas met de schoen zitten. Het is nog geen Sinterklaas. Het is pas september, 11 september of 12. Nou ja, en in ieder geval is bosbranden bij Spanje. Maar in ieder geval, als jullie iets laten weten bij het Oranjejournaal over jouw school, dan kan ik een tip, schrijf ik even op. Momentje. Abonneren. Abonneren op Ryan. Op Ryan. Nou ja, abonneren op Ryan. Abonneren op Ryan kan dat. Dat ben ik. Ik heet Ryan. En het weer, ja. Het weer, het is pas lekker zonnig, is 21 graden. Dat was het van vandaag. Ik hoop dat ik jullie straks weer zie om 6 uur. Zo, aflevering 35, denk ik. Nou, ik zie jullie straks om 6 uur. Abonneer even op Schreien. Dave Schreien. Dit was Ryan Journaal Rubriek Overzicht. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie straks. Tot dan.